is de intervaltraining. Ik ga je vandaag vertellen in deze video wat een intervaltraining is, wat het met je lichaam doet en hoe loop je nou je allereerste intervaltraining. Intervaltraining is populair onder hardlopers. Dat is omdat er heel snel progressie te zien is na een aantal intervallen dat je sneller gaat hardlopen. Daarvoor wordt een intervaltraining uiteraard gebruikt, zodat je uiteindelijk op een langer stuk sneller kan hardlopen. Maar wat doet het nou precies? Door de hoge intervallen ontstaat een soort piekspanning op je spieren, waardoor de hartspier beter getriggerd wordt. Daarnaast loop je boven je anaerobe drempel, die verhoog je daarmee ook. Zo zijn er allerlei systemen die in je lichaam beter gaan en efficiënter gaan functioneren en op elkaar afgesteld worden door het lopen van intervaltrainingen. Door een aantal weken een intervaltraining te lopen, zul je merken dat je, als je 5 kilometer of 10 kilometer loopt, dat je over dat hele stuk een stuk sneller kan lopen dan zonder dat je die intervaltraining hebt gedaan. Ik heb het eerste jaar bijna geen intervaltraining gedaan en ik bleef een beetje vastzitten rond de 10 kilometer in het uur. Maar nu ik een aantal afgelopen jaar veel intervaltraining heb gelopen, zit mijn 10 kilometer nu, mijn persoonlijk record op de 10 kilometer, 47 minuten. Dus dat is grotendeels te danken aan de intervaltrainingen die ik de afgelopen tijd heb gelopen. Nou, we gaan nu de eerste intervaltraining doen. Het is wel belangrijk dat je een kleine hardloopblaas hebt voordat je begint met intervaltraining. Je hebt namelijk door de hoge intensiteit, hoge belasting, heb je meer kans op blessures. Dus al heb je geen goede hardloopbasis, ga dat eerst weer aanwerken. Als je ongeveer 3 keer per week 30 minuten kan hardlopen zonder dat je daar langer zelf voor nodig hebt, dan heb je wel een voldoende hardloopbasis om uiteindelijk aan intervaltrainingen te gaan beginnen. Maar voordat we gaan beginnen, we gaan een intervaltraining doen van 5 sessies, waarbij we op 2 keer hoge intensiteit lopen en 1 minuut rustpauze daartussen. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst een goede warming-up doen. Een stukje rek- en strek oefeningen en een stukje hard warm lopen. Zodat de spieren een beetje gewend zijn aan de, in ieder geval al warm zijn geworden voor als we straks gelijk aan de hoge interval gaan beginnen. Nu we genoeg opgewarmd zijn, gaan we beginnen met onze intervaltraining. Ik weet niet of dat je een sporthorloge gebruikt. De meeste sporthorloges hebben ook een functie waarbij je intervaltraining kan instellen. Dan kan je aangeven hoe lang je een hoog interval wil en hoe lang je rustpauze wil. Als je die niet hebt en je gebruikt een smartphone, gebruik een app zoals Nike of Runkeeper. Die kunnen per wat jij instelt een feedback geven. Stel die dan in om de minuut, want we gaan namelijk een hoog intervaltraining doen van 2 minuten en een rustpauze van 1 minuut. Dan gaan we 5 keer doen. Dus als je iets hebt om het in te stellen, ik gebruik een. Ik gebruik zelf een Garmin horloge, zoals je hier kan zien. Hier kan ik precies instellen wat mijn intervaltraining gaat doen. Als ik bijvoorbeeld naar het activiteit hardlopen ga, ik ga daar naar het menu. Dan heb ik onder trainingen heb ik interval. Intervallen staan. Als ik daarop klik, kan je hier zien start workout. Dat is 5 keer 2 minuten met 1 minuut rust. Uiteraard kan ik hem wijzigen, maar dit is wat we nu gaan lopen. Dus hij staat goed. En we gaan nu beginnen met de intervaltraining. Ja, we gaan nu beginnen met het eerste stukje warm lopen. We hebben eigenlijk net al gedaan. Maar laten we er nog een klein stukje mee beginnen. Dan kan ik uitleggen wat de bedoeling is. We gaan nu, als we echt gaan beginnen met de intervaltraining, gaan we gelijk 2 minuten 80-90% van je kunnen hardlopen. Dus dat is wat we nu gaan doen. Het is de bedoeling dat je 80-90% van je kunnen gaat hardlopen. Misschien is dat voor jou een tempo van 10 km per uur. Misschien is het 12 km per uur. Maar je mag buiten adem raken. Het is de bedoeling dat we best wel een hoog tempo lopen. Zodat het echt de spierspanning goed op het spierengevoel is. En dat je voelt dat je flink bezig bent. Uiteindelijk hebben we straks een minuut rust om weer een beetje tot adem te komen. Dus dit gaan we nu 2 minuten volhouden.
fijne aan mijn Garmin sportalon is dat je vanzelf een 2 minuten piepje krijgt toen je hoge interval erop zit en dat je rust weer pauze begint. Als je dus geen sportalon hebt en je gebruikt een app, zet dan de feedback om elke minuut een beetje streken feedback hebt gehad dat je 2 minuten hebt hard gelopen en dat je rust pauze is. Na 1 keer feedback je weer je hoge interval kan gaan lopen. Kleine 20 seconden. Zo. De eerste interval zit erop. We krijgen nu een minuut rust. Je kan een beetje door blijven joggen. Je kan ook wandelen. Meestal wat ik doe, te graag een stukje wandel. Gaat er natuurlijk niet uit. Zodat ik weer echt goed mijn hartslag weer naar beneden krijg. Weer een beetje op adem kan komen. Dat soort zaken allemaal. Dus kijk wat voor jou het lekkers is. Als je gewoon wilt doorjoggen, is dat ook verder geen probleem. Maar zorg ervoor dat je voldoende herstelt. Zodat je alle intervallen op hetzelfde tempo kan blijven lopen. Of je nou je eerste interval 12 km per uur loopt en de laatste, dan is het goed. Dus geniet een minuut van je rust. Over 16 seconden mogen we weer. Dit zijn meestal de fijne momenten van de intervaltraining. Dat je even weer op adem kan komen. En we mogen weer. 2 minuten hardlopen. Dus dat is wat we nu gaan doen. Nou, we gaan nu beginnen aan onze derde interval. Dus weer 2 minuten flink hardlopen. Succes! We zijn bij de vierde interval. Nu, net een minuut rust weer gehad. Dus succes met deze 2 minuten hardlopen. Nou, ik krijg net te zien van de horloge dat we weer mogen beginnen. Dus de laatste keer 2 minuten hardlopen en dan zit het er weer op voor vandaag.